Achter mij ligt Kampen. Dat is een bijzondere stad met een rijke geschiedenis. En vroeger was deze stad zelfs groter en belangrijker dan Amsterdam. Er is hier ook een klein haventje met een speciale boot en daar wil ik graag het fijne van weten. Een van de 9 Hanzesteden is Kampen. Kampen ligt in de regio IJsseldelta. Een bijzondere regio met veel natuur en water. De Hanzestad Kampen is een gezellige en veelzijdige stad met een historisch centrum. Kampen in de haven. En ik zie hier een schip, maar dat is niet zomaar een gewoon schip, hè? Dit is een heel bijzonder schip. Vertel eens. Dit is een nagebouwde kogger. En Kampen had in de middeleeuwen, zo rond 1300-1400, wel 100 van zulke schepen. Vrachtschepen die langs de kusten van Noordzee om Denemarken heen naar de Oostzee met lading de spulletjes gingen verkopen en verhandelen. En Kampen is ook een Hanzestad. Wat betekent dat eigenlijk? Die havenplaatsen die hadden een verbond met elkaar. Om elkaar te helpen. Met name financieel natuurlijk. Elkaar voorrechten te geven. En die Hanzesteden, dat verbond, dat kreeg de naam het Hanzeverbond. En Kampen was zo rond 1400 een van de belangrijkste handels-Hanzesteden. En worden er ook bepaalde events rond dit schip dan georganiseerd? Nou, er wordt een heel bijzonder evenement hier gehouden in Kampen. Dat is in 2017, volgend jaar. Dan organiseert Kampen de Internationale Hanzedagen. De verhalen over de zee en het zeemansleven, over zilt en zout, ze doen me wegdromen. Waar veel kooplieden waren, daar was meestal ook veel geld. En dat zie je trouwens nog steeds terug in verschillende mooie gebouwen. Het Stedelijk Museum Kampen bijvoorbeeld. Het bevindt zich in het voormalige raadshuis van Kampen. Dat dateert oorspronkelijk uit 1350. Op verschillende locaties in Kampen en omgeving kan je een picknickmand met streekproducten bestellen. Hallo, goedemiddag. Ik kom een picknickmand ophalen. De Hanzepicknick? Ja. Neemt ze mee op je fietstocht langs de IJssel en kiest zelf een mooi plekje om te genieten. Wil je graag meer informatie? Surf dan zeker eens naar deze website.